Oké. Okay. Deze week ook weer een hele, hele simpele tip. Maar zo simpel als dat hij is weer, ja, dat is meestal zo met een simpele tip, zo moeilijk is dat om hem toe te passen. Waar gaat het deze week over? Dat is eigenlijk van de kracht van woorden. Mensen onderschatten hoe krachtig sommige superkleine woordjes wel kunnen zijn. En het woord waar ik vandaag over heb is het woordje nog. Zoals jullie weten, of zoals jullie niet weten, dus we hebben een coachingbedrijf, de Krommie Coach. Wij coachen hoogbehaafde kinderen, volwassenen, begeleiden ouders. Ik heb een groepstraject voor hoogbehaafde volwassenen, waar heel veel van die tools die ik hier deel ook in gebruik. Maar ik weet niet of dat jullie weten, maar van waar het woord Krommie Coach komt. Dus Krommie Coach is 10 jaar geleden ongeveer ontstaan, denk ik, het woord. Hè? De bedrijf is iets later, maar eigenlijk, zelf als ik in manszaak was, noemde ik niet Rudy van Overbeken met dan het nummer, het KBO-nummer, maar was ik Krommie Coach. Waar staat het woord voor? Krommie Coach is Growth Mindset Coach. En van waar komt Growth Mindset? Mindset is een boek van Carol Dweck. Is eigenlijk een volledige studie van Carol Dweck. En zij heeft eigenlijk onderzoek gedaan. Waarom gaan sommige kinderen uitdagingen aan en hebben zoiets van, yes, moeilijk, ik wil nog. En gaan andere kinderen net bij uitdagingen een stap terugzetten. Heel uitgebreide studie, dus ik ga hier niet met dat één woordje alles oplossen. Maar dus heel belangrijk daarin is onder andere waarop dat je focust. Dus zeker in de westerse cultuur zijn wij heel resultaatgericht, hè. Bij ons was het rapport, het gemiddelde, het klasgemiddelde stond erop. En als je onder de helft was, waren ze slecht bezig. Als je boven de klasgemiddelde, boven de helft zat, ja, dan waren ze erdoor, dan waren ze beter bezig. Als je boven het klasgemiddelde zat, dan waren ze goed bezig. En ze waren de eerste of de tweede, allemaal, dan waren ze echt goed bezig. Hè. Dat is heel resultaatgericht bezig. Terwijl dat ze ontdekten dat als je daarop focust, dat je eigenlijk meer naar een fixed mind gaat. Dus dat je eigenlijk heel deterministisch kijkt en dat je eigenlijk onbewust denkt dat als je iets niet kunt, ja, dat je het niet hebt, dat de capaciteit er niet zijn. Omdat je focust op dat resultaat. Dat woordje nog, hoe klein het ook is, zo groot is de waarde van dat woord, zo groot is de kracht van dat woord. Want dat woordje nog zegt eigenlijk dat er ruimte is om het te leren. En dat lijkt alsof dat alleen gaat over dat woord, hè, nog, ja. Maar in uw brein, en ze hebben daar een scan van gedaan, ik denk dat niet dat RMI is, maar een scan van gedaan van de activiteit van uw hersenen als je dat woordje gebruikt. En als je zegt van ik kan dat niet, dan uw brein slaat volledig uit, behalve één element in uw brein die op gang komt. Want ik kan dat niet, dat wil zeggen, ik moet hier vluchten, want het is een onveilige situatie en ik ga er hier niet uitkomen, want ik heb die tools niet. Als je zegt, ik kan dat nog niet, dan ligt in je brein heel veel zones op, want dan heeft je brein het signaal gekregen van, oké, nog niet, dat wil dus zeggen dat er mogelijkheden zijn tot oplossingen. En dus het woordje nog focust eigenlijk op het proces. En dat is heel het grote verschil, fixed mind, growth mindset. Als je growth mindset kijkt naar een uitdaging, dan gaat het er eigenlijk vanuit, oké, op punt A waar ik nu zit, kan ik het niet. Maar er is een punt B, ik zie veel mensen rondom mij die dat wel kunnen. Hoe kan ik van punt A naar punt B gaan? Ik kan dat leren, ik kan tools zoeken, ik kan boeken lezen. En als je nu kijkt, ik heb het de vorige week ook al over gehad, elementaire gewoontes. Ik ga er nog wel een paar maandagtips aan spenderen. Het is eigenlijk geleest omdat je wil weten van, tja, hoe doe ik dat hier eigenlijk? Ik wil een nieuwe gewoonte kweken. Er moeten wel tools zijn, er zijn mensen voor mij die dat al gedaan hebben. En dat zit allemaal in dat één klein woordje van nog. Nog is de trigger voor je brein om te zoeken naar strategieën en oplossingen. En dan leveren we in een wonderwereld online, YouTube, kunt ik weet niet hoeveel vinden, is dat je die informatie kunt vinden en stap 2, dat je er ook mee aan de slag moet. En je gaat er mee aan de slag omdat je gelooft dat je het kunt leren. Je gaat er ook mee aan de slag omdat je gelooft dat je een stap vooruit gaat helpen. Dus ik zou zeggen voor deze week, let op uw woordenschat en elke keer als je denkt of zegt, dus ook als je denkt, het effect is identiek, en je denkt van, oh, maar dat kan ik niet, hè. Nee, dat kan ik nog niet. Wat kan ik doen om dat te leren en wil ik dit leren? Dat is heel belangrijk. Je moet ook de keuze maken, wil ik dit nu leren? Weet je, ik kan nog niet parachute springen, ik kan nog niet paardrijden.
ja, ik heb ook niet direct een nood om dat te kunnen. Dus dan is dat geen probleem. Dus je moet de twee beslissingen maken. Eén, zij kan dat niet, maar meestal als je het zegt, is het omdat het iets is die je wel wilt doen of iets is die je zou kunnen gebruiken voor in je job te versterken. Zowel in je gedacht als in woorden, steek er gewoon dat woordje nog in. En denk dan ook naar hoe dat je het zou kunnen aanpakken. En kijk wat er na een week al aan het veranderen is door gewoon in je mindset, in je hoofd, ervan uit te gaan dat je het kunt oplossen. En dat je alleen moet beslissen hoe, wat, wanneer, waar vind ik informatie, wie kan mij helpen. Eén woordje, nog. De hele week, heel benieuwd of dat op het einde van de week of dat voor jou ook effect gaat heeft. Bye.